Feyenoord Rotterdam fans, maak je klaar voor nieuws dat de fundamenten van onze geliefde club zal doen schudden. Mijn dame, mijn vriend, houd je hart vast, want wat ik ga delen zal iedereen ademloos achterlaten. Hij heeft alles gezegd, het is net naar buiten gekomen en het heeft iedereen verrast. Het is een bom die het web op zijn kop heeft gezet en alle fans in een shocktoestand heeft achtergelaten, want niemand had deze spectaculaire wending verwacht. Dit is een historisch moment dat zeker het onderwerp zal zijn van vele gesprekken op de tribunes en daarbuiten. Bereid je voor op dit ongelooflijke nieuws dat het hart van elke echte Feyenoord-fan zal raken. Voordat we verder gaan, is het de moeite waard om te controleren of je al geabonneerd bent op ons kanaal, zodat je constant op de hoogte kunt blijven van alles wat er gebeurt bij Feyenoord. Deadline Day had een achtbaan van emoties voor ons in petto, vooral voor Koehe Driouche. De aanvaller zag zijn lot tussen Feyenoord en PSV in de waagschaal hangen en op deze dag moest hij de kleuren van Excelsior verdedigen tegen Almere City. Ondanks de nederlaag deelde Driouche zijn intense ervaringen met ons. Het gaat goed met me, en begint hij met goed nieuws, zelfs na de tegenslag. Helaas hebben we verloren van Almere City, dus dat doet pijn. Ik probeerde de knop om te zetten en die was er. De belangstelling spreekt natuurlijk alleen maar waardering uit. Dat zegt dat ik op de goede weg ben. Ik ben super blij dat deze clubs zich voor mij melden, maar helaas zonder succes. En over de turbulente deadline day neemt Driouche ons mee achter de schermen van zijn reis. Donderdag was een heel hectische dag. De dag dat het moest gebeuren. De hele dag bellen en stemmingswisselingen. Soms was ik heel dichtbij een transfer naar PSV, maar soms ook niet. Hoe dan ook, ik voelde dat het heel dichtbij kwam. Feyenoord was iets minder ver weg dan PSV. Ik zat al in de auto voor Eindhoven. Uiteindelijk wist Feyenoord de deal te bezegelen via Leo Sauer, die door Excelsior werd gezien als tijdelijke vervanger van de talentvolle spits. Driouche deelt zijn mening over het resultaat, de Feyenoord had de sleutel in handen. Maar ik heb het gevoel dat PSV er alles aan heeft gedaan. Feyenoord had de sleutel kunnen gebruiken, maar ze konden geen overeenstemming bereiken met Excelsior. Uiteindelijk kwam PSV er ook niet uit. De reis van onze nieuwe aanwinst is een bewijs van zijn kwaliteit en hoewel de onderhandelingen met PSV op niets uitliepen, draagt hij nu de Feyenoord mantel met de belofte om te schitteren op het veld. Dus, fans, wilden jullie dat Driouche naar Feyenoord kwam? Ja of nee? Laat je mening achter in de comments en vergeet niet één like achter te laten. Laten we allemaal ons team steunen in dit spannende seizoen. Feyenoord all the way.